Dames en heren, voordat ik het idee van deze Career Mode ga uitleggen, wil ik jullie een kleine lifehack laten zien op Career Mode. Als jij namelijk hartstikke deetje, en dan eventjes een andere neus, deze neus was het, en andere lippen. Als je dit allemaal aan je poppetje geeft en je geeft hem half lang haar in de vorm van een afro en je maakt het haar grijs, dan heb je Pierre van Hooijdonk. Is dat even een leuke lifehack? Mensen, hartelijk welkom. We gaan hem gewoon Mike van Leeuwen noemen, maar eigenlijk is het Pierre van Hooijdonk. Bij deze Career Mode waarin ik ga proberen het WK te winnen. Ik wil het WK winnen met een land waarvan ik nog niet weet welk land het is. Want het is namelijk zo met Career Mode dat jij niet een land kan uitkiezen, maar gevraagd moet worden voor een land. Dus op het moment dat wij een land zien, of een aanbod krijgen van een land waarvan ik denk, ja, verrek, dat is wel leuk. En het is dan ook nog eens een land waarvan ik denk, dat is lastig, is een uitdaging om het WK daarmee te winnen. Dat gaat niet iedereen lukken. Dan gaan we dat doen. Dus hey, tot dan is het een verrassing. Een blauw duimpje zou ik leuk vinden. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Voorlopig is het dus eerst gewoon een normale career mode. Want ja, we hebben ook een club. En ja, die moeten we niet op de tweede plek zitten. Nee, daar willen we natuurlijk ook wat mee winnen. Het is zo dat je een toptalent krijgt. Laten we Frankrijk doen. Ja, laten we Frankrijk doen. En dan een beetje een club met wel wat budget. Een leuke historie. Oh, we kunnen ook onder... Laten we Paris FC doen. En dan Paris Saint-Germain van de troon afstoten. Laten we dat doen. En ondertussen dus een daadwerkelijk nationaal team van de grond op bouwen. En daarmee vlammen. Wat ik wilde zeggen, je hebt een homegrown talent. Omdat ik FIFA heb gepreorderd. Dus in elke Career Mode save krijg ik een goed talent. En jammer is dat vroeger zo was dat je nationaliteit van het talent een beetje willekeurig was. Maar nu wordt het wel heel vaak zo gedaan dat het ook het land is waar je club voetbalt. Dus waarschijnlijk krijgen wij een Frans supertalent. Wij hebben hier Barnsley. Oké. Ik denk dat wij hier misschien het meeste kans maken. Verst komen, laten we dat dan maar gewoon doen. Voor de zekerheid, want we hebben het geld nodig. Oké, Mike van Leeuwen, a.k.a. Pierre van Hooijdonk bij Paris FC. Dit is ons team. Ik heb er niet naar gekeken. Ik zie het nu pas voor het eerst. En we hebben dus een toptalent. En waarschijnlijk is hij Frans. Leo Marquet, hij is Frans. Hij is wel al redelijk goed. 5-ster, kan heel goed worden. Andere talenten hier komen uit Bolivia en Finland. Dus daar kunnen we op dit moment niks mee. Maar Marquet, de rechtbuiten, die gaan wij wel gewoon gelijk promoveren naar het volwassenen team. Dan gaan we even de selectie bekijken. Gelukkig hebben we ook al veel budget in ieder geval. 5,2 miljoen. Dus daar kan ik ook een scout gelijk van aanstellen. Waar we die heen sturen, geen idee. Het moet een beetje een land zijn waar wel wat te scouten valt. En het moet een land zijn waar je Mathieu Blanc, familie van Laurent, le président. Het moet wel een land zijn waarmee het een beetje een uitdaging is om het WK te winnen. Zeg maar dat je niet een Kosovo kan scouten, anders had ik dat wel leuk gevonden. Ik ga nu een Hongarije scouten. En ik weet niet of we daar een aanbieding van gaan krijgen. Maar met Hongarije, weet je, een beetje die Puskas-tijden herleven. Dat lijkt me wel wat. Daar gaan wij in ieder geval mee scouten. Oké, het team gaan wij nu ontmoeten. Wij hebben in de spits Laura, een hele lieve meid, 24 jaar. Gakpa, 26 jaar. Hij is 28 jaar. Boli, die is 21 jaar, dus wel wat jonger. Dan hebben we Neem van 25. Manduki van 28. Kanté van 30. Bamba van 20. Dat is ook vrij jong. Abdi van 26. We hebben dan Hanin van 30. Oké. Het is een vrij jonge selectie. Daar ben ik op zich wel heel erg blij mee. Hij gaat wel gewoon gelijk spelen. Marquet, die gaat daar op rechts midden. Oké. Hey, dit is wel een team dat even flink door kan groeien. Ik weet niet hoe het nu past binnen het League 1 niveau. En of wij gelijk gaan promoveren. Als dat niet ons doel. Als dat ook weer wel ons doel. Want we willen wel dat wij zo snel mogelijk een nationale aanbieding krijgen. Van een land dus waarmee we echt door willen gaan. Het is ook handig om dan naar de verwachtingen van het bestuur te krijgen. Zodat je manager rating hoog wordt. En je dus makkelijker voor betere teams wordt gevraagd. Jeugdspelers hebben we al bijna. Het gaat wel goed komen. Ja, dit gaat sowieso wel goed komen. Haal een winstreeks van 5 wedstrijden waarin minstens 1 doelpunt wordt gemaakt. Promoveer. En sluit het seizoen af met een winstmarge van 30 miljoen. Oké, het zijn allemaal wel dingen die wel redelijk te doen zijn. Ik ga de trainingen doen. Ik ga de spelers een ontwikkelingsschema geven. En dan gaan wij kijken hoe het in ons pre-season toernooi gaat. Oké. Die eerste wedstrijd tegen FC Zurich. Het team is fit, het team is scherp, het team is erop gebrand om de eerste wedstrijd 1-1 gelijk te spelen. Karlsruhe wint van Braunschweig. Wat betekent dat wij ook van Braunschweig moeten winnen? Dan hebben we die. Geen training tussendoor. Oké, Karlsruhe, dat is net gewonnen. Volgens mij uit de tweede divisie van Duitsland komen zij. Snel simuleren, iedereen nog wel redelijk fit en wij winnen.
Marquez, die wint. En die scoort. En Laura ook, de lieve meid. En Braunschweig en Zürich spelen gelijk. Dat betekent dat wij al door zijn, zo goed als, volgens mij. Ja, wij zijn door. Ja, oké, nou top. Dat is klasse. Dan kan ik iedereen een beetje rust gaan geven. Oké, deze wedstrijd doet er niet toe, maar ik heb wel allemaal B-spelers opgesteld. Nou, het wordt 0-0. Toch nog een puntje gepakt. En Zürich wint ook. Dus dat betekent dat Zürich ook doorgaat. In de volgende wedstrijd moeten wij tegen St. Pauli. We hebben weer geen training, dus ik kan niet weer die oefeningen allemaal simuleren nu. En we hebben een transferbod gekregen voor onze basisspeler. Laten we dat maar niet doen. De wedstrijd tegen St. Pauli. Snel simuleren. Als we doorgaan, dan krijgen we lekker veel cash. En we gaan door, want wij winnen. Laura scoort weer. Jongen, wat een topster. En we moeten in de finale tegen Sparta. Nou, dat is toch even fantastisch. De finale van de European Shield tegen Sparta Rotterdam. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedroomd? En wij winnen op penalties. De eerste prijs te pakken met Paris FC. Hoho! Dit wordt hem hoor. Dit wordt hem. Naast nationaal succes. Wat we nu al bereikt hebben. Gaan we ook natuurlijk. Dit is internationaal. Nou, het eerste internationale succes is bereikt. Goed. Oké. Voor de rest trainen. Zorg dat iedereen die oefeningen kan. Zodat het simuleren allemaal goed gaat. En dan scouten, jongen. Scouten. Het moraal is hoog. De voorbereiding is goed gegaan. De trainingen gaan ook goed. We gaan de eerste wedstrijd van het seizoen in de Ligue 2 spelen tegen Chasseaux. En we spelen gelijk. Wat op een of andere manier heel vaak gebeurt bij wedstrijden die ik voor het eerst speel. Ik weet niet wat dat is. Het enige wat we nu moeten doen is wachten tot wij scoutverslagen binnenkrijgen. En nog even een wedstrijd tegen Le Havre spelen. Die staan 18e. Die hebben dus waarschijnlijk verloren. Iedereen is fit. Iedereen is scherp. Tegen Le Havre verliezen we thuis. Oké. Misschien hebben we toch een beetje het probleem dat wij niet zo goed zijn. Scout update dan. Uit Hongarije. Hier zit helemaal niks. 3 scoutverslagen binnen van talenten die ik had gescout. Oké, hij is denk ik te duur. Dan hebben we ook nog, wie hadden we nog meer gescout? Aster Franks, een Belg. Die kan nog wel eens goed zijn. En Luca Nets, die hebben we ook gescout. Die kan ook nog wel eens goed zijn. Ja. Allebei. We gaan eerst eventjes wat minder bieden dan dat die waard is. Misschien heeft de KV Mechelen het wel heel hard nodig. Ze willen Julian Lopez, een waarde van 1,4 miljoen en 1,8 miljoen. Nou, dat gaan wij niet doen. Wat ik wel wil doen, is dan eventjes omhoog gaan met het bod 2,5. Gewoon zijn transferwaarde. Hey, kom op. Hey. Ja, lekker accepteren, jongen. Hey, kom op. Gewoon laag beginnen. En 1%? Nou, 2 miljoen en 1%. Tuurlijk. Komt u maar. Oké, we hebben ze. Onze talenten. De 2 talenten, ze zijn er. Netsy, die eigenlijk al wel zou kunnen spelen. Ook op de plek van Lopez, die is wat oud. Oké, maar we gaan hem wel spelen natuurlijk. Want ja, daarvoor hebben we hem gekocht. En Franks, die gaat ook spelen op de plek van... ik denk dat Manduki misschien wel, ondanks dat hij aanvoerder is. Dat is een beetje last. Nou, laten we hem eerst wel een beetje op de bank wennen. Dat doen we. Wedstrijd tegen Toulouse, die zijn gedegradeerd naar de Ligue 2. Afgelopen seizoen. En wij verliezen ook. Ze zijn te goed. Spiering speelt daar. Zou dat de Spiering? Geen idee. In ieder geval verloren. Niet een heel goed debuut van onze 2 nieuwe aankopen. Maar hey, je kan niet altijd 6 gooien. Het gaat niet goed. Wij verliezen heel veel wedstrijden. We winnen deze. Ik heb de formatie aangepast. We spelen nu 4-3-3 met een aanvallende middenvelder. En ik hoop dat we nu de weg naar boven hebben ingezet, want het is niet best hoor. Het is helemaal niet best. En ik wist ook niet waardoor het kwam. Maar we staan nu 14e na 9 gespeelde wedstrijden.
Natuurlijk is het nog redelijk het begin van het seizoen, dus het kan allemaal vrij snel omhoog gaan. Nee, we willen onze keeper niet verkopen, ondanks dat hij elke keer flink aftakelt. Het scouten, dat lukt ook niet allemaal. Dus dat is ook wel iets waar we ons zorgen om maken. Maar nogmaals, het eerste wat we moeten doen is omhoog gaan in de rankings met onze manager, met Pierre. En dat doe je alleen maar door wedstrijden te winnen, ook van de wat slechtere teams. Wij simuleren door tot aan januari 2021. En ik kan jullie vertellen, beste mensen, het gaat niet goed. Wij staan op dit moment 14e met Paris FC. Het is drama, het is om te janken. Ik weet ook niet waarom het zo slecht gaat. Maar goed, dan spelen we nu ook nog eens tegen de nummer laatst. Ja, ik weet niet. We spelen thuis tegen de nummer laatst. We winnen, godzijdank, eindelijk weer, godzijdank. Als ze die hadden verloren, dan was ik echt hopeloos. Dan had ik gewoon staande voet ontslag. Dan gaan we. De Coupe Nationale tegen Stade Rennes. Ligue 1 club. We verliezen 1-4. Ja, dat zat er dik in. Dat is ook niet heel gek, is dat? Nee. Baguette. Soufflé. Een Hongaar van 1,6 miljoen. Oh, die wil ik. Die hebben we. 1,6 miljoen. Oh, dat betekent dat hij al best wel goed is. Oeh, dat betekent dat hij goed is. Kom op, laat alsjeblieft een spits zijn die de rest buiten waar we iemand hebben. Het is een spits. En hij is al 61. Ja. Kom op. Nou, dit is een hele belangrijke maand. Ik ga gewoon simuleren tot het einde. Ik weet het niet meer. Ik kan er niet zo heel veel meer van maken. Ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Behalve zelf spelen. En dat helpt natuurlijk altijd heel erg. Maar daar heb ik gewoon geen zin in. Want dat is niet het idee van deze queermode. Kom op, win. Van verliezen van La Havre. En weer verloren. Ja, de laatste wedstrijd van het seizoen gaan we waarschijnlijk verliezen. Want zo'n seizoen is het 0-0 kansloos. 12e geworden. Jezus, manager rating van 50. Jezus. Poeh, dat is niet best. Het is helemaal niet best. Het einde van het seizoen. We gaan het meemaken. We hebben nog een kans. Yes. Nog één kans. Kom op, Pierre. Pierre van Hooijdonk, grijp hem aan. Pak die kans. Benut hem. Nieuwe seizoen, nieuwe kansen. Het team is wel wat beter geworden. Dat is het voordeel. Ik moet eigenlijk even ook die verdediging fixen. Kante, die is niet goed meer. En Dai, hij is goed. En Jong. Ja, lekker. Deze speler werd gescout als aanbevolen als veelbelovend talent. Dus de game had hem voor ons gescout. Ik had opgezocht dat het een talentje van PSG was. Dus die zal ongetwijfeld een hoog potentieel hebben. Transferclausule, dat doen we niet aan. Ik weet ook niet of je gaat spelen, maar we kunnen je altijd verkopen. Ja, je bent een gratis speler, dus dat is helemaal prima. Kasi, en dan hebben we ook nog best wel wat andere spelers die misschien wel interessant kunnen zijn voor ons. Deze Aissa Mandi bijvoorbeeld, die ken ik. Die speelt het echt bij Betis. Is wel een redelijk goede speler. Veel te goed voor de Ligue 2. Maar hey, je kan het altijd proberen. En we hebben het niveau hebben we echt heel erg hard nodig. En hij wil 16.500 per week. Dat is helemaal top. Dat is helemaal perfect. En dan hebben we ook nog Joshua King. De speler nu in het echt bij Everton speelt. En daarvoor was hij voor Bournemouth. En het is een jeugdtalent van Manchester United. Dus ook dat is een speler die echt wel waarde en ervaring gaat toevoegen aan ons team in het nieuwe seizoen met Pierre van Hooijdonk, die lekker aan het onderhandelen is. Ook hem hebben we. En dan heb je nog een paar spelers, maar Ja, laten we ook maar gewoon Adrian proberen. Liverpool keepertje, hartstikke idee. Alright, Adrian, goede reserve doelman, helemaal niet verkeerd. Dan hebben we die Rus Atil, die op het bankje plaats kan nemen. Dan hebben we Mandy, die echt wel moet gaan spelen, want ja, die is zo ongelooflijk goed. Dan hebben wij Ndai, die we eruit halen. En dan hadden wij nog King, die ook wel, ja, die moet toch wel aan de spits gaan spelen. Ja, die is wel een stukje beter hoor. Hahaha, oké, let's go team. Eerste wedstrijd van het seizoen, met de nieuwe spelers. We moeten winnen, want we moeten dat vertrouwen omhoog halen. We moeten het moraal omhoog halen, dat is hetzelfde. Maar vooral, het bestuur moet mij niet ontslaan. Dat is vooral heel erg belangrijk. Tegen Malmö, dat echt geen slecht team heeft volgens mij Malmö. We spelen gelijk, dat is prima. Een do-or-die wedstrijd tegen Hammarby. We moeten gelijk spelen of winnen, dan zijn we door en we winnen. En dan de finale tegen KV Mechelen. We hadden vorig seizoen al de beker gewonnen en nu weer op penalties. Alweer, ja, tweede prijs. Hopen dat we nu ook gewoon een goed seizoen hebben en dat het niet weer hetzelfde verhaal wordt en het weer gewoon slecht gaat en zo. Ja, dat hoop ik. Oh, dat was de halve finale pas. Oh, klote Angelo. Ja, te vroeg gesproken. Oh jee. Ja, gewonnen. Ja, wel gewonnen. Oké, het geldt alsnog wat ik net zei. Eerste wedstrijd van het seizoen. De goede spelers spelen. Iedereen is fit. Komt u maar. Het kan toch niet
dan dat we dit gaan vlammen, dit hele seizoen. Ik had in het vorige seizoen een speler gescout, deze man van Marseille. Hij heeft geen gameface, maar het is wel een echte speler, zeg maar. Een speler die in het echt ook een talent is. Marseille, die wil onderhandelen. Jongen, dat gaan wij gewoon helemaal doen. Hij is 19, hij is 74. We hebben het geld nu omdat we redelijk wat spelers verkocht hebben. Omdat wij gewoon zuinig aan hebben gedaan. Veel gratis spelers hebben opgepikt. Ik moet hem hebben, boys. Ik moet hem hebben. Tot aan augustus hebben we eigenlijk niets. We hebben geen geld meer. We hoeven geen spelers uit te lenen. Geen spelers te scouten of wat dan ook. We moeten nu gewoon daadwerkelijk het seizoen gewoon heel goed spelen. En dat doe je met dit soort overwinningen. Kasi. Bamos, kom op jongens. Oké dan. Wij hebben een wedstrijdje verloren van Nancy. Maar we staan de eerste. Met een hele goede manager rating. Goeiendag Schotel. Dat is Kasi. We staan niet heel ver voor op de derde plek. Die heeft 46 punten. Dus dat scheelt niet zo heel veel. En voorlopig gaat het eigenlijk wel goed. Een aantal spelers gaan weg op leenbasis. Een aantal spelers zijn verkocht. Hij wil weg. Transfer aangevraagd. Ja, snap ik wel. Want je bent niet de eerste spits. Dat is balen. Dit snap ik. Ik voel je wel. Ik voel je wel daarin. Maar hey. Hoe staat het met het team nu? Luis Enrique is 75. Marques 77. King 77. Namé. Die moet eigenlijk inmiddels gewoon plaatsmaken voor Rui Atil. Die veel speelt. Franks is gegroeid. Mandi. Die is 81 inmiddels. Bamba groeit nog steeds. Hij is onze reservekeeper, maar Adrian die staat op goal, die doet het prima. Linksachter doet het goed. Dit was een linksachter uit Servië die ik rechtsachter heb gemaakt. Kolarov, regen. Ja, oké. Ja, jongens, hey. Fantastisch zeg. Wat goed. Wat lekker. Wat goed. Wat lekker. Hey. Nou, het is dat we geen geld hebben en dat het allemaal zo goed gaat. Want ja, ook op dit gebied hier, deze, dit is bizar. Dit is een jeugdkeeper die we hebben gescout. Die nu al bijna 70 rated wordt. Ja, die kunnen wel promoveren naar het volwassenen team, jongen. Dat is gekke werk. Dat is gekke werk. We zitten ook nog in de beker in de ronde van 32. Dus dat is lekker. Dat kan eigenlijk ook niet fout gaan. Nee, we spelen tegen een League 2 team. Dus dat is helemaal goed. Helemaal goed. Hey, dit was de transfer deadline day. We hebben een paar spelers uitgeleend. Een paar spelers verkocht. Dus het team is wel redelijk magertjes op dit moment. Maar voor de rest heb ik ontzettend veel vertrouwen in. Ik kan nog even kijken of iedereen zijn ontwikkelingsschema goed staat. En hoe ik dat altijd doe voor de mensen die dat willen weten, is dat ik gewoon naar spelers ga die al een ontwikkelingsschema hebben. En dan kijk ik bij het schema dat ze nu hebben. Dat duurt 18 weken voordat die omhoog is. Deze duurt 16 weken en dan gaat het zwakke been van omhoog. Dus dan kies ik die en dan betekent dat die 3 weken eerder al 1 rating omhoog gaat. En dat doe je eens in de zoveel tijd. En dat zorgt er dan voor dat je er eigenlijk maximaal gebruik van maakt. Dat ze zo snel mogelijk omhoog gaan. Dat doe ik bij iedereen. En dan gaan we door. Dan gaan we vlammen. Dan gaan we knallen. Dan gaan we biemen, bam, de boen op naar de league. En dan ga ik gewoon lekker naar het toilet. En dan zien we het allemaal wel. Hatsakee. Tot straks. Kijk, dat is toch wel lekker aan die PS5. Hè, dat het allemaal zo snel gaat. De laatste wedstrijd spelen we gelijk. We winnen. We verliezen gelijk. We winnen. Er zit af en toe een los bij. Maar. Op doelsaldo. Zijn we tweede geworden. Oké. 6 doelpunten verschil. Maar wel heel dik tweede. Dus dat was spannend. Maar dat is wel een directe promotie. Dus dat is erg lekker. We hebben een manager rating van 94. Er zijn een aantal spelers ontevreden. Hij heeft transfer aangevraagd. Nou, die ontslaan we lekker. Hartstikke idee. Opgesodemieterd. Prijzengeld. Daar krijgen we veel voor. Een aantal aanbiedingen gebeuren. Voor de rest valt het eigenlijk heel erg mee. En ja, het is gewoon een ontzettend goed seizoen. Marques is 79. King is omhoog. Franks is omhoog. Roussatiel is nu ook flink omhoog ineens. Zo, dat ging hard. Death Breath is ook omhoog. Rechtsachter is ook omhoog. Nets, die staat hier, is omhoog. Zo, wat een goed seizoen zeg. Maar nog steeds geen internationale aanbiedingen. En dat is niet gek, want we spelen namelijk gewoon nog steeds in de League 2. Dus nu wij zo'n goede managerbeoordeling hebben. De club tevreden is, en noem het allemaal op. Gaan wij naar de League 1. We gaan eventjes kijken wat de verwachtingen zijn. Wat ons budget is en noem het allemaal op. 22 miljoen hebben we, dat is ongelooflijk ontzettend veel. De club wil ook dat we de laatste 32 halen. Binnen 2 seizoenen in de league eindigen in de middenmoot. Dat moeten we goed komen. Voorkomt degradatie. Ja, minimaal 3 spelers jonger dan 20 jaar, maar het potentieel dat groter is. Oké, dan zouden we weer moeten scouten. Ja, dat zijn allemaal doelstellingen die we moeten halen, omdat we natuurlijk wel gewoon een hoge manager rating moeten behouden. Maar zijn er nog een beetje toptalenten die een beetje veelbelovend zijn, die ik ergens vandaan kan graaien. Nou, weet je wat? We janken in 1 keer door dat pre-season toernooi heen. Dan gaan we afsluiten. Jij bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Volgende aflevering hopelijk een nationaal team vinden. En dan de aflevering daarna hopelijk het WK winnen. Want dat is natuurlijk wel waar we naartoe werken. Gaan we hierin door? Ja?
Gaan we hem ook even helemaal doortrekken? Gaan we even standaard Luik verslaan? Standaard Liège. Ah, verloren penalties. Ah, jij bedankt voor het kijken en ik check jullie allemaal later. Joejoe!